Да? Хорошо. Спасибо, девушка. Спасибо. Autre duo. Belarus. Was it you? Me. Was him. مؤجر ينتقموا من أصحاب الأرض هذه احتلوها وذبحوا شعبها. He says, it's a contradiction that the people of Israel, the Jewish people, were killed, were murdered, were gathered like sheep in another country, and they were victims, and they came here and they did that to the other people, and we have nothing to do with that. Let's get out of the regular concept. This is the reality, he's saying, you know? With my respect and love to the Jewish people, and that's no problem. But when it comes to Judaism, translate to Zionism, this is scary, because your Zionism is ignoring his right and your right and your right, you know? Be a Jew, be a Muslim, be a Christian, that's fine and dandy. But don't be extremist. Any extremist is wrong. You know, so not because it carried by the Jews. No. Enough is enough, you know? Enough is enough. The Taliban, the Zionists, the Wahhabis are all extremists. And they try to claim God to their side, by the way. And God has nothing to do with it. If you get outside of the global and look at the earth, it's only like this. We should get along. We should respect each other and leave God alone. Just take care of each other. Just leave God alone. Let him sit down there and what have you. And remember, God is million or trillion times he's thinking better than us. And it's naive to think that God think our way. That's it. Because the land was promised to the Jewish people, some people take it to a place of only the Jewish people, an exclusive Jewish state. And that's where it becomes problematic. De Rashi, grote verklaring van de 11e eeuw, die zegt: de volkeren die zullen komen naar het Joodse volk. En zij zullen het Joodse volk vragen: wat is jullie recht om dat land in te nemen? Wat is jullie recht op dat land? Het is een hele legitieme vraag. En je antwoord zal zijn: de schepper van deze wereld, de eigenaar van deze wereld, heeft besloten dat dat stuk land aan het Joodse volk behoort. I don't think that God is real estate broker. Yo, take this one. You take that one. You know? It's amazing. Human mind. In de ene hand een kruis en in de andere een fles bier. Toeristen zijn er in overvloed. Bussen vol. De meeste zijn bijbeltoeristen. Lokale verkopers van religieuze snuisterijen doen goede zaken. Joodse en Amerikaanse groepen laten zich begeleiden door gewapende beveiligers. De Palestijnse kinderen met hun waterpistooltje, die mogen wel oppassen dat ze niet voor terroristen worden aangezien. Het zou niet de eerste keer zijn. Van alle steden op de wereld heeft Jeruzalem waarschijnlijk de boeiendste en meest bewogen geschiedenis. Ze is als heilige stad eeuwenlang vereerd door Joden, christenen en moslims. Er zijn legers op de been gebracht om voor haar te vechten. Tot twee keer toe is de stad met de grond gelijk gemaakt. Kruisvaarders leden de gruwelijkste ontberingen om haar te veroveren. En zelfs vandaag is Jeruzalem het belangrijkste obstakel bij vrede in het Midden-Oosten. Goed. Waar kan ik als ongelovige heen in deze heilige stad? Ik ben niet Joods,
en dus kan ik niet naar de synagoge. Ik kan niet naar de kerk en niet naar de moskee. Wel mag ik naar de klaagmuur om een briefje achter te laten. Dat doe ik dan maar. De muur wordt zo genoemd omdat de Joden hier de verwoesting van hun tempel door de Romeinen in het jaar 70 betreuren. Het ooit zeer dicht bebouwde gebied bij de muur werd na de Zesdaagse Oorlog in 1967 veranderd in een open plein. Het maakte ooit deel uit van de westelijke buitenmuur van de Tweede Tempel. Er is een gedeelte voor de mannen en een gedeelte voor de vrouwen. Ik weet niet wat ik op moet schrijven. Ik krijg ook geen hotline met God en vind evenmin het perfecte gaatje in de muur voor mijn papiertje. Boven de klaagmuur op de Tempelberg staat de stralende rotskoepel. Majestueuze bouwwerk domineert de huidige stad en is een van de kenmerkende symbolen. De rotskoepel is gebouwd op de plek waar Mohammed ten hemel rees op zijn witte paard. Hier bevindt zich ook de Al-Aqsa-moskee. Onder de zwarte koepel bidden de moslims 5 keer per dag. De rotskoepel en de Al-Aqsa-moskee behoren tot de heiligste plekken van de islam. Alleen Mekka en de Medina zijn heiliger. Volgens de traditie deed Jezus Christus zijn laatste stappen in de Via Dolorosa. Er is geen historisch bewijs. Toch lopen bijbeltoeristen de Via Dolorosa en volgen de leidersweg van Christus tot aan de kerk van het Heilige Graf. And yet ours were the suffering he bore, ours the sorrows he carried. But we thought of him as someone punished, struck by God, and brought low. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, et dimitter nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inculpas in tentationem.